goede tweede was hij wel met dat boek, absoluut. En Jerry heeft een verschrikkelijk, en dat is echt een verschrikkelijk mooie foto gemaakt. Die staat in een boek, ik laat hem gewoon gelijk even zien. Dat doen we niet aan primeurs, want die laten we gewoon mooi zien, want dat is wel zo bijzonder. In dit boek komen of kinderen van toen komen aan het woord. En die vertellen toen zij 15 jaar waren, 14 jaar waren, 10 jaar waren, hoe zij de oorlog hebben beleefd. En dat loopt als een rode draad door dit boek. Daarvoor hebben Jerry gevraagd om het voorwoord te doen. Niet alleen het voorwoord, maar hij heeft ook de foto waarmee hij de zilveren camera heeft gewonnen in 2003. En hij is ook de winnaar van de World Press Foto. Heeft hij voor het boek beschikbaar gesteld. En dat zijn vluchtende kinderen. Je ziet de angst van de verschrikking van de oorlog van Irak, Basra, hè, want de Tweede Wereldoorlog is ver achter ons. Maar oorlogen zijn helaas van de dag, ook hier op deze aarde, is vandaag ergens oorlog in Syrië, noem maar op. En deze foto heeft hij beschikbaar gesteld met een verhaal voor jullie en voor de mensen die het boek gaan kopen. We hebben inmiddels niet zoveel geld dat we ze huis aan huis kunnen verspreiden, maar we hebben er wel een flinke korting op. Tijd in de gaten houden, want de voorzitter van de deelgemeente moet zo meteen weg. En ik heb beloofd dat hij over 10 minuten weg. Goed. Omdat er ooit een vrouw was die de wereld om zich heen zag, in een tijd van oorlog en waanzin, en haar ogen niet kon sluiten. Voor geweld en onderdrukking en opstond tegen onrecht en haar leven heeft gegeven in een ongelijk gevecht. Daarom zijn wij vrij om te bewegen, vrij om zelf te kiezen waarvoor wij willen leven, vrij om hier te staan, hier te zitten, vrij om weg te gaan, vrij om hier te blijven, vrij om wat dan ook te zeggen of te schrijven. Geef mij zongtekst, omdat er ooit, en margraten door aan de kinderen van Heipla. Laat hen nadenken over de tekst en op zoek gaan naar de diepere betekenis hierachter. Zodat ik in de toekomst bij hen langskom om hierover te praten. Dat heeft gezegd zanger Stef Bos. Ga maar eens een keer googelen. Stef Bos. Krijg je mooie liedjes. Of je van oud is een tweede, maar ze zijn mooi. Beroemd om zijn prachtige song Papa. En nog veel meer mooie nummers heeft hij geschreven. En hier, in dit boek, wat je net hebt laten zien, staat een verhaal van Stef Bos. Over zijn ervaring met de oorlog. Over zijn gevoelens met de vrede. En dat wordt dadelijk, zoals ik al net zei, wordt dat overhandigd. Dat boek, met dat stuk ook van Stef Bos, overhandigd aan Jerry Lampen. Dit is het derde boek. Meneer Waard heeft het al even laten zien in de trilogie van Heiplaat. Is hiermee alles beschreven voor hetgeen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog rond Heiplaat, buurtschap De Hei en de Waalhaven heeft plaatsgevonden? Veel wel, maar lang niet alles. Vele prachtige verhalen, ontroerende gebeurtenissen, echte heldendaden, maar ook schamende gebeurtenissen, zijn inmiddels letterlijk en figuurlijk begraven. Maar de verhalen van de Heiplaters van nu, oude mannen en vrouwen, opa's en oma's, die in de oorlog net zo oud waren als de kinderen, hier in groep 7 en 8 van basisschool De Klaver, geven nagenoeg volledig beeld van de verschrikkingen, van de ontberingen, maar ook van de mooie dingen in de meest zwarte bladzij van onze moderne geschiedenis. Het boek geeft eindelijk antwoord op het verraad van Heiplaat. Of moet ik zeggen, het verraad van Pernis. Lees en huiver bij het verhaal van de nu 88-jarige verzetsman Harry Hoogwerf. Was de dood, de moord, op uitbater Arie den Toom van Café Courzant hier om de hoek, het gevolg van verraad of een actie voor levensbehoud? Niet schrik hoor, dat hoef ik niet voor te stellen. Wat doen de drie Charlo's jochies die als eerste in 1942... door de in de dokken van de Heijse haven gebouwde Maastunnel liepen in dit boek over Heiplaat. Hun namen worden voor het eerst genoemd. En in het boek krijgen zij een gezicht. En hoezo geeft hier op de Heiplaat, ver na de capitulatie van Nazi-Duitsland gebouwde SS Rotterdam, haar oorlogsgeheimen prijs? Hoe kan dat nou? Dat schip is ver na de oorlog gebouwd. Toch kan het. Behalve de waargebeurde verhalen
biedt het ruim 200 pagina's tellende boek ruim 100 foto's nog nooit eerder gepubliceerd. Waaronder die van het bezoek van veldmaarschal Hermann Göring aan vliegveld Waalhaven. En ook een unieke foto, daar zijn we Rob Lampen hier aanwezig, verschrikkelijk dankbaar voor en de gulle gever van die foto, van de school. Jullie eigen school staat in het boek. Een foto met een legertruc erop, met soldaten erin, die hier op deze plek, ook in dit lokaal, zo'n 68 jaar geleden gelegerd hebben, zoals dat noemen. Hier zaten, sliepen, aten Duitse soldaten. Aan dit boek of aan Jonge Vrede hebben onder andere meegewerkt, dan wel hebben zij verhalen of foto's geleverd. Burgemeester Abu Talen, zanger Stef Bos, Aten Wolf, dorpsfotograaf Rob Lamp en zijn beroemde neef, want dat hebben we ook ontdekt, dat zijn de familie van elkaar, de oorlogsfotograaf Jerry Lampen. Deelraads voor de voorzitter Ed Goverde, het comité der gevallenen Harry Waard, zijn personeel en de kinderen van 4 jaren, groepen 7 en 8. Verhalen vertellen Nico Prins, minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken, Erik Hietbrink van het Scheepvaarttransportcollege Waalhaven, Roland Vonk en John Oort voor hun bijzondere SS Rotterdam bijdrage. Onze dank hiervoor. Speciale dank aan mijn mede-auteur en schrijfmaat Jean-Philippe van der Zwaluwe voor zijn bijdrage, maar vooral ook voor zijn geduld en vertrouwen in mij en het boek. Dank aan grafisch ontwerper Ferry Vickers voor zijn enge geduld tijdens zijn vele uren durende sessies. Ferry staat hier ook dan. Brendo Willems, ik heb hem nog niet gezien, maar dat was de man van drukkerij van de Water voor de prachtige kwaliteit van dit boek. En voor zijn geloof in de schrijvers. En dank aan een oud-leerling van deze school, Kelvin Meerkerk. De jonge heiplaatheld die voor 4 mei herdenking en dit boek een prachtig gedicht heeft aangedragen. Tot slot onze dank aan de deelgemeente Charles en de gullegevers van het eerste boek waar vanuit het fonds is gevormd Woonbron, STC en het Havenbedrijf. Ik hoop dat project Jonge Vrede na de oorlog, nu de oorlog zo ver achter ons ligt, op Nelson Mandela-achtige wijze de herinnering levendig houdt aan hen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid en die ervoor hebben gezorgd dat jullie hier op school niet struikelen over Duitse naamvallen. Dan gaan we nu over, ik denk voor waarvoor we met z'n allen eigenlijk gekomen zijn, voor de uitreiking van het eerste boek. En daar...